Hey Nicole, leuk dat je belt. Wat? Teddy's Cat 16 is uit. Oh, dat is gaaf. Dat moet ik de mensen vertellen. Mensen, ik hoor zojuist, Teddy's Cat 16 is uit. Weet je wat? Ik ga jullie wat highlights laten zien. Blijf kijken. Zo. Daar zijn we, DDS Cat 16. De nieuwe versie. Ik ga jullie even wat highlights laten zien in een 20 minuutjes tijd. Hier zien we de startpagina die we in DDS Cat 15 hebben ingevoerd. Waar we een keuze kunnen maken tussen recente projecten, onze werkmap en dergelijke. We kunnen ook een andere werkmap kiezen. Dat maakt de flexibiliteit binnen DDS Cat groter dan ooit voorheen. Wat we ook toegevoegd hebben zijn de favorieten. Zoals je hierboven kan zien heb ik twee projecten als favoriet. Ik kan op deze rode pin klikken en dan wordt die toegevoegd aan de favorieten. Door gewoon te slepen kan ik ook de volgorde van de favorieten aanpassen. Dus dit is echt maximale flexibiliteit. We kunnen ook van tevoren een discipline kiezen waar we in willen gaan werken. En hierboven kunnen we, wat we in 15 ook al deden, de projectnaam ingeven. Het mooie is, je ziet gelijk daarboven bij nieuw project de naam van het project verschijnen ook in de folderstructuur. En als een project al bestaat, geeft hij dat ook gelijk aan. Dus we maken nu even nieuw project 01 en we zeggen aanmaken en hij gaat beginnen. Dan komen we in ons project en dan zien we twee knoppen, een verkenner en een projectnavigator. Nou, de standaarddiscipline is ingesteld op Electra, dus daar kunnen we wijzigen, gaan we in dit geval even niet doen. En daaronder zie je de modellen. Je kunt eenvoudig gewoon met je linker muistoets klikken op een model en dan opent hij hem. Kijk hier, linker muistoets of met je rechter muistoets en zeggen model aanmaken. Een andere nieuwe mogelijkheid is om de installatie direct in een projectmanager te kopiëren naar andere verdiepingen. We tekenen even wat contactdozen. We klikken hier met de rechter muistoets en we zeggen dupliceer naar de verdieping hieronder. En ze staan ook automatisch op de begane grond. Echt een hele mooie functie, vind ik persoonlijk. Dan hebben we de printlayout. Dit is helemaal nieuw. We kunnen gewoon printlayouts via het icoontje gewoon samenstellen. We geven een naam. We kunnen natuurlijk ook een blad kiezen. Voor aangemaakte bladen, A2, A3, net wat we willen. En we kunnen ook standaard onze onderhoek aanpassen. En het mooie is, in de preview zie je direct wat er komt. Nou, als ik nu naar de verkenner ga, dan zie ik daar de printlayouts. Ik heb er nu één. Maar laten we eens even een ander project openen, waar we al wat voorbereid hebben. Waar we een aantal printlayouts hebben aangemaakt. Ik heb dit project, DDS Cat 16 presentatie. Nou, door gewoon te dubbelklikken kan ik die gewoon openen. Nou, moeten we heel even wachten. Dan moet natuurlijk het project even opstarten. En wanneer ik hier naar de verkenner ga, dan zie ik dus verschillende printlayouts. Ja, printlayout 1, 2 en 3 heb ik hier. Ja, wanneer ik daar open, dan zie je hier al gewoon modellen in. Hebben we al aangemaakt. Heel kant-en-klare. Als ik nu zeg rechter muistoets en ik zeg kopie, dan maakt hij een kopie van deze printlayout. Dus hier kan ik gewoon selecteren. Ik kan kiezen voor eigenschappen. En op dat moment kan ik de naam veranderen en zelfs het blad en de onderhoek en natuurlijk ook de modellen.
Wat ook heel erg fijn is, we kunnen dus meerdere printlayouts in één keer uitprinten. He, waar we dat in DDSCAD 15 nog één voor één moesten doen, kunnen we in DDSCAD 16 gewoon een batchplot doen met de printlayouts uit ons huidige model of uit meerdere modellen. Die kunnen we selecteren en in één keer naar onze printer sturen of naar een PDF. Net welke keuze we willen maken. Een ander heel mooi nieuw punt in DDSCAD vind ik persoonlijk is dat we de externe formaten hebben uitgebreid die we in kunnen lezen. Dus DDSCAD kan importeren uit een ander model. En ik ga open hier het project nieuwe externe bestandformaten. We gaan even over naar een lambda plaatsen, onze productdatabase. En we hebben nu de mogelijkheid om een nieuw symbool te maken. Wanneer we een symbool op onze harde schijf hebben staan, kunnen we vanuit dat bestand, en dat kan een DWG 2D zijn, dat kan een RFA zijn, dat kan eigenlijk elk symbool zijn, kunnen we rechtstreeks een nieuw symbool maken. En in dit voorbeeld laten we het even zien vanuit BIM Object. BIM Object, een hele grote platform met BIM objecten. Je ziet, we hebben hier verschillende formaten: IFC, 3DS, RFA, DWG, Object en STL. En nieuw in DDSCAD 16 is het formaat RFA, ja, uit de Revit family. Laat als voorbeeld eens even een Bellatrix suspended armatuur kiezen. Wanneer we die gekozen hebben, dan gaan we naar de details. En daar kunnen we zien dat dit een RFA Revit family is. Dus native uit Revit. Wanneer we nu klikken op OK, dan kunnen we dit bestand rechtstreeks importeren naar DDSCAD. Hier hebben we hem in DDSCAD. En het mooie is, het insertion punt is al correct. We bekijken hem even in 3D in de renderomgeving. Even een andere renderweergave. En daar is ons object. Wanneer we weer terugschakelen naar ons model en we gaan naar onze productdatabase, dan zien we dat het symbool is toegevoegd aan onze database en kunnen we direct het nieuw gecreëerde armatuur Bellatrix Suspended selecteren. En niet alleen selecteren, maar we kunnen hem natuurlijk ook heel eenvoudig plaatsen in ons model. Het is nu gewoon een symbool in onze eigen database. Dus echt een optie, ja, waar heel veel klanten zeker weten heel erg blij mee zullen zijn in Nederland. Dan komen we bij het onderdeel technisch spiegelen. In DDSCAD 15 hebben we ingevoerd dat we technisch konden spiegelen. Nou, een hele grote voordeel. Voor DDSCAD 15 konden we dat eigenlijk niet. En dat heeft te maken natuurlijk dat spiegelen in 2D is heel makkelijk, maar alles wat wij met DDSCAD doen is 3D. En dus moet het ook in 3D gespiegeld worden. Nou, het spiegelen. Laten we nu eens even zeggen, we willen deze complete installatie spiegelen hier van de linker appartement naar het rechter appartement. Ja, nou, dat doen we door natuurlijk eerst even te selecteren wat we willen gaan spiegelen. Dus we pakken een window daaromheen. Nou, ik had niet het deelmodel mee hoeven te pakken, dus even overnieuw. Ik ga naar bewerken. Ik zeg ik wil spiegelen. Ik pak een spiegellijn. En we gaan recht naar beneden. En de hele installatie is gespiegeld. En niet alleen de objecten en de kabelgrootte en de kabels, maar ook de verdelers zijn allemaal gespiegeld. En ook naar beneden toe kan ik dat gewoon spiegelen. We selecteren het, we pakken een spiegellijn en alles is gespiegeld, zowel in 2D als in 3D. Nou, ik laat het hier nog even zien op een kabelbaan. Ja, we selecteren de kabelbaan. Heel eenvoudig.
We zeggen spiegelen, we pakken de spiegellijn en alles is gespiegeld. Hetzelfde geldt dus ook tegenwoordig voor buizen en zijn dozen en dergelijke. We kunnen hem gewoon op die manier spiegelen. En als laatste laten we het nog even zien op vloergoten. Ook die kunnen we zo in één keer spiegelen. Nou, ik denk ja, echt een aantal opties die ons heel, heel, heel veel tijdwinst gaan opleveren. Is mijn gevoel. Dan gaan we naar de verdeler. Verdeelkasten, verdeling richting manager. Nou, die hebben we ook geïntroduceerd in DDS-CAD 15. En deze is verder uitgebreid in DDS-CAD 16. Nou, in dit voorbeeldproject hebben we al twee verdeelkasten staan. En wat we even willen laten zien is hoe eenvoudig het is om een nieuwe verdeler te maken. Gewoon door te klikken rechtermuistoets en we zeggen nieuw en we hebben een nieuwe verdeler gemaakt. En via drag and drop kan ik hem gewoon oppakken, in mijn model binnenhalen, plaatsen en ik geef een punt aan en daar staat hij. Zo eenvoudig is het. Wat we ook kunnen tegenwoordig is direct in de verdelermanager alle inkomende voedingen weergeven. En het voordeel hiervan is, omdat we die interne voedingen geven, kunnen we ook via drag en drop een onderverdeelkast gelijk aansluiten op een voeding van een hoofdverdeelkast. Op deze hele eenvoudige manier. En laten we onze nieuwe kast ook even zien en die zetten we op die voeding. Ja, ik zou bijna zeggen, kind kan de was doen. We hebben tegenwoordig ook veel meer informatie in ons eigenschappenvenster. We hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om alle groepen weer te geven. En het mooie is, we kunnen deze groep ook gewoon hier pakken. We slepen het in ons model. En we kunnen rechtstreeks de kabel tekenen van de verdeler naar de contactdoos en de volgende contactdoos en de volgende contactdoos en alles is automatisch aangesloten. Nou, wat ook een hele mooie wijziging is, we kunnen tegenwoordig, vroeger waren van de contactdoos bij ons gewoon 16 ampère, tegenwoordig kunnen we gewoon een vermogen toekennen aan een van de contactdoos, bijvoorbeeld 200 VA en die worden dan ook bij elkaar opgeteld. Wat niet wil zeggen dat we onze oude manier, een van de contactdoosgroep is gewoon 16 ampère. Dat kunnen we natuurlijk ook nog steeds doen. Alleen de vraag is, ja, wat is het voordeel? En in Nederland, België, denk ik persoonlijk dat het een groot voordeel is dat we gewoon vermogens kunnen toekennen aan wat contactdozen. Zoals je hier kunt zien, schijnbaar vermogen. En als we weer 220 zetten, hetgene met het kruisje erachter is hetgene wat die doet. Dus ze worden nu opgeteld en hij heeft dus ook een bedrijfsstroom van 0,96 ampère. Dus je ziet, we zijn volop bezig geweest. We hebben ook toegang rechtstreeks vanuit deze verdelermanager tot een aantal rapporten. Of de kabelberekening, het resultaat, kunnen we openen. Dit is wel een wat Engelse termen. Dat komt omdat we hier gebruik maken van een internationaal project. Als we onze Nederlandse versie van DDS-CAD hebben, is dit natuurlijk gewoon in het Nederlands allemaal. En we kunnen vanuit onze verdelermanager ook rechtstreeks onze elektrische schema's genereren. Laten we nu eens even overschakelen naar het kabelmanagement systeem. Kabelmanagement systeem, nou, we weten allemaal natuurlijk, TDS-CAD is een intelligent systeem en alles is met elkaar verbonden. Nou, in de oude situatie moesten we vaak nog een kabelgoot via een verbindingspunt verdelen met de verdeler. Dus als de verdeler verplaatste, ging de kabelgoot niet mee en vice versa. DDS-CAD 16 is alles met elkaar verbonden. Dus ik kan op de verdeler kan ik gewoon met buizen uitgaan, met kabels, met kabelgoot, met kabelstrangen. En op het moment dat we die ook verplaatsen, blijft het allemaal aangesloten. Dus geen fouten meer, alles blijft correct. En ja, het is gewoon
Bijna af. Dit was het elektrotechnische stuk. We gaan nu even door naar onze sanitaire verwarming, ventilatie, werktuigbouwkunde. Nou, ook hier hebben we heel veel veranderd en verbeterd. En het belangrijkste, een van de belangrijkste dingen, het is moeilijk om te zeggen wat het belangrijkste is, is dat we verdiepingsovergavepunten hebben. Dit hadden we in Elektra al langer, maar dit hebben we nu ook in de W. Dus ik heb hier wat leidingen. En op het moment dat ik daar op zo'n pijl klik en ik zeg op de hogere verdieping openen, gaat hij daar gelijk naartoe. Hij opent hem op die verdieping naar boven en ik heb hier gewoon de aansluitingen. En ook de dimensionering van de leiding. En we kunnen direct verder tekenen, engineeren. Nou, dit vind ik persoonlijk ja, echt hele mooie opties. We hebben hier even een installatie getekend. Nou, we hebben hier een leiding die gaat naar de bovenverdieping. Je ziet ook in ons eigenschappenvenster kunnen we dat gewoon veranderen. En wat we zelfs kunnen is de pijl helemaal uitzetten als we willen. Het voordeel van die verdiepingsovergavepunten is dat wanneer we een verdieping dus kopiëren naar een verdieping erboven, eronder, dat het aangesloten blijft en ook automatisch. Dus we kunnen dit hier laten zien, dupliceren, maar laat ik eerst even de verdieping hierboven openen om te laten zien dat ik hier dat er niet allemaal in heb staan, dat die leeg is. We dupliceren het, vraagt hij ja. En we zien op de bovenliggende verdieping dat we dezelfde situatie hebben en ook dat alles aangesloten is, waardoor we ook onze berekeningen en dergelijke gewoon kunnen uitvoeren. Ventilatie. Nou, daar hebben we eigenlijk hetzelfde. Dus we hebben hier drie verschillende kanalen. Ik heb een rond kanaal met isolatie, ik heb een rechthoekig kanaal met isolatie en een rechthoekig kanaal zonder isolatie. En ook hier zien we, als we het in 2D zien, dus de overgavepunten. En wat ook heel belangrijk is, we zien ook de isolatie erbij. Zodat we, als we een schacht moeten ontwerpen waar we altijd ruimte tekort komen, dat we toch de gegevens hier hebben. He, dat we precies kunnen plannen en dat ook alles past. En eventueel met onze clashdetectie dat we eventueel nog uitdagingen kunnen oproepen. Nou, tenslotte hebben we hier nog een stuk ventilatie. We hebben hier een mooi verloop. En ik wil nog wat vertellen over ons eigenschappenvenster. Als ik op dat verloop klik, dan zie je gelijk rechtsonder een plaatje met de parameters die we kunnen veranderen. Dus we kunnen eventueel de verticale referentie veranderen, de horizontale referentie, de lengte, breedte, het verloop. Dus als we de verticale referentie naar omlaag brengen, zie je dat hij dat ook gelijk aanpast. We kunnen de breedte veranderen en je ziet het wordt gelijk aangepast in 3D en we kunnen zelfs van rechthoekig naar rond. En alles gebeurt live in het 3D model. Is dat niet heel erg en gaaf? Ik hoop dat je het korte overzicht van de innovaties DDS CAD 16 leuk vond en we hopen je snel weer te zien. Hallo, wil je meer weten over DDS CAD 16? Heb je vragen? Ga dan naar www.ddscad.nl/experience. Hier vind je veel meer informatie. Binnenkort verschijnen trouwens de highlights van DDS CAD 16 als aparte video's. Dus abonneer je op ons kanaal en klik op de notificatiebel. Ik hoop dat jullie ook enthousiast zijn geworden en spreek jullie graag binnenkort. Groetjes, Erik de Gier.